Nog een kleine week, 3 maart, komt steeds dichterbij. De verkiezingstemperatuur in de stad die is al aardig aan het oplopen. En daarom bent u weer van harte welkom bij Koorts. Vanuit de Salon in het Wereldmuseum in Rotterdam. Aan tafel gaan steeds 2 Rotterdamse partijen met elkaar in debat. Vandaag zijn dat SP en D66. En voordat ik de lijsttrekkers aan u ga voorstellen, heet ik eerst welkom mijn tafelheer. Ook vandaag weer Sander de Kramer, schrijver, columnist. Sander, verwacht je een beetje vuurwerk vandaag met SP en D66? Ik hoop op vuurwerk, maar ja, dat ligt aan jullie. Wat ik wel opmerkelijk vond, is dat u van tevoren zei, meneer de Klein, dat u eigenlijk campagnevoeren geen bal aan vindt. Nou, wat ik niet leuk vind is zoals deze campagne tot nu toe loopt. Want ik vind dat het te veel over dingen gaat waar we het allemaal over eens zijn. En te weinig over de problemen van, die echt in de stad spelen. Over armoede, over de bezuinigingen die eraan zitten te komen. En al die mensen die toch ook naar de gemeente Rotterdam kijken voor hun toekomst. Daar gaat het nog niet om. Goed, de toon is gezet. Leo de Klein is lijsttrekker van de SP. Welkom. En u gaat vandaag in debat met Salima Belhaj van D66, ook welkom. En voordat we verder praten met jullie over hoe het dan allemaal anders moet in de stad, gaan we eerst kijken naar een nadere kennismaking. Vandaag de SP, die nog nooit in Rotterdam regeerde, en D66, dat in 1994 met wethouder Den Oudendammen voor het laatst meedeed. Theo Cornelissen probeerde hier jarenlang het SP-zetelkanon te zijn. Maar ondanks dat zijn partij landelijk fors won, haalde hij maximaal 3 zetels. Veel oud-PvdA-stemmers kozen namelijk voor Leefbaar. Waarna Theo maar besloot de naam van zijn vrouw aan te nemen. D66 Rotterdam had de afgelopen jaren misschien nog een excuus. De Democraten telden ook landelijk niet mee. Totdat D66-voorman Pechtel besloot geen redelijk alternatief, maar een frontale opposant te worden van kruisridder Wilders. Sindsdien groeit D66 in de peilingen als kool. En meesurvend op dat effect stoot Salima Belhaj misschien wel door tot in het college. SP'er Leo de Klein, die in Rotterdam Theo Koskoen moet doen vergeten, is lokaal politicus van het jaar 2009. En ook al heeft Leo als hoofdautomatisering een wiskundeknobbel, de SP kan niet exact aangeven wat al die extra's die ze in de stad willen investeren gaan kosten. Salima, ook een gewaardeerd gemeenteraadslid, heeft als personeelsfunctionaris vooral een luisterend oor. Maar misschien zorgt Koorts voor meer Belhaj-vuur. De redelijkheid en de economische en individuele vrijheid tegen de socialistische dogma's, de solidariteit en de acties van de straat. Maar ook het bestaande democratische bestel tegen de Poolse landdag. Salima Belhaj en Leo de Klein. Ja, mevrouw Belhaj, in het filmpje werd gezegd dat u vooral een luisterend oor heeft, ja. Niet zoveel zegt. Reageert u daar eens op? Nou, ten eerste plaats is mijn naam Salima, dus even dat in eerste plaats. Het klopt dat ik heel goed kan luisteren en ik vind dat eigenlijk ook niet meer dan vanzelfsprekend wat je het eerste doet in de politiek. En daarnaast denk ik dat ik zeker als kleine partij, want ik zit nu ook in de raad, genoeg laat horen wat ik van dingen vind en wanneer ik het oneens ben. Ja, maar het klopt dat u voor de Rotterdammer heel onzichtbaar bent. Waar ligt het aan? Ja, waar ligt dat aan? Ik weet niet welke Rotterdammers jullie gesproken hebben. Volgens mij ben ik redelijk actief. Probeer ik me ook de afgelopen jaren enorm te mengen als het gaat over het integratiedebat. Misschien moet ik nog harder mijn best doen. Bent u niet te lief? Ik kan heel erg lief zijn, maar ik kan ook heel hard zijn in een debat. Vindt u haar te lief, meneer de Klein? Nou, ik vind het natuurlijk heel aardig. Maar ik denk dat het... Ik denk dat het te maken heeft, niet zozeer met Salima, maar met D66. Hè. Dat is toch een partij die niet links is en niet rechts is. Tenminste, zo is het beeld. Dus je weet eigenlijk sowieso nooit wat je eraan hebt. Is het duidelijk genoeg voor de Rotterdammers waar D66 voor staat in Rotterdam? Nou, als ik het aan de Rotterdammers achter mij vraag, weet ik het zeker. Dus ik kan het even checken. Ja. Nou, misschien is er wel een tijdje lang onduidelijkheid geweest over waar wij staan. En wij zeggen inderdaad, de wereld is niet verdeeld in links en rechts. Daar is in ieder geval in Rotterdam ook de wereld te complex voor. Onze natuurlijke neiging ligt om te zeggen, ja, we zijn sociaal, maar we zijn ook liberaal. Dus ja, ik weet niet waar de Rotterdammer mee zit. Ja. Maar als u nou zou moeten zeggen, ik wil het na 4 jaar oppositie absoluut anders doen in de stad, waar zou dan Rotterdam vooral gaan veranderen als u het voor het zeggen krijgt? Nou, in ieder geval op alle onderdelen. Er zijn eigenlijk verschillende gebieden waar wij als D66 zeggen dat er veel meer aandacht voor mag zijn. Kijk, we zijn goed geweest als het gaat over de hardware, dus heel veel bouwen en dergelijke, maar heel slecht geweest in de software. Wij zijn de partij van het onderwijs. Wij geloven er ook echt in dat er een tijd is gekomen dat je goed moet investeren in opleiding en onderwijs. En als je dat niet doet, dan blijft Rotterdam altijd een stad waar heel veel mensen die graag een opleiding willen, maar de kansen daar niet toe krijgen, arm en... Hoe kan je dat concreet maken?
Ja, dat kan ik zeker concreet maken. We hebben verschillende onderwijssystemen. Ten eerste plaats de grote schooluitval op het VMBO en MBO. Je ziet dat heel veel jongeren enorm veel problemen hebben die je niet bij een docent mag leggen. En daarvan zeggen wij, zet daar nou jeugdwerk, hulpverleners, massaal in. Dus de hulpverleners in de school? In de school. En die moeten dan dat opvoeden, maar voor hun rekening nemen, wat niet vaak op de leerkracht neerkomt. We willen af inderdaad dat de leerkracht, want het is eigenlijk een maatschappelijk probleem, dat het allemaal bij die leerkrachten komt te liggen, want dat is niet goed voor de kwaliteit van onderwijs. Dus er moet weer goed onderwijs worden gegeven. En B, je moet de problemen die jongeren hebben in deze stad, daar moet je iets goeds voor aanbieden. En wij zijn ervan overtuigd dat dat prima kan via de school. En daarnaast zijn we uiteraard ook nog steeds een partij die roept, samen met GroenLinks, ik weet niet wat de SP heeft gedaan, je moet absoluut niet in deze tijd gaan bezuinigen op onderwijs. En dan hebben we het dus ook over de hogescholen en de universiteiten. Maar moet je niet eigenlijk nog een stapje eerder beginnen? Want jij geeft aan van, nou, het is een maatschappelijk probleem, dat binnen het onderwijs ook duidelijk wordt. Maar je zou eigenlijk nog een stapje eerder beginnen. Want veel jongeren, die hebben natuurlijk gewoon te maken met een ellendige situatie thuis. Dat ze te weinig ruimte hebben in de woning waar ze thuis wonen. Ja. Dat de ouders eigenlijk gewoon een enorm gebrek aan inkomen hebben. Aan het eind van de maand er al behoorlijk doorheen zijn. En ik ben het helemaal met je eens dat je absoluut niet moet bezuinigen op het onderwijs. En zeker niet als het gaat om het VMBO en het MBO, waar toch het grootste gedeelte van die Rotterdamse jongeren terechtkomt. Maar je moet eerder beginnen. Je moet dus ook gewoon de situatie van die mensen die gebrek aan inkomen, gebrek aan werk hebben, die moet je aanpakken. Hoe moet je dat dan aanpakken als gemeente Kijk, Rotterdam? Ik vind dat je op de, je mag ook als gemeente Rotterdam uitspreken dat het zo is dat mensen die een minimumloon hebben of die een bijstandsuitkering hebben, dat die dus echt gewoon een tekort aan inkomen hebben. Dat is in de afgelopen 30 dus jaar. Dus ze zeggen leven Rotterdam en de Partij van de Arbeid, al die mensen met een bijstandsuitkering, die moeten aan het werk. Ja, maar kijk, je moet eerst beginnen om ervoor te zorgen dat dat inkomen op orde is ook. Hè? En in de afgelopen 30 jaar is dat alleen maar naar beneden gegaan. De koopkracht van behoorlijk wat mensen, 60.000 huishoudens in Rotterdam, dat is fors omlaag. Dus onder andere ook door de politiek die D66 in ieder geval landelijk gevoerd heeft. Moet je even concreet maken wat je daarmee bedoelt? Nou ja, kijk, waar we mee te maken hebben is dat er een enorme kloof tussen arm en rijk is ontstaan in de afgelopen 30 jaar. Heeft te maken met de privatiseringen, met het hele liberaliseringsbeleid, de marktwerking, het verlagen ook van het minimumloon de facto als het gaat om hoeveel je ervoor kunt kopen. En dat is ook gebeurd door D66 en alle andere liberale partijen. Ja, maar daar zit dus het verschil tussen SP en D66. Kijk, wat ik afschuwelijk vind aan de SP is eigenlijk consequent het signaal afgeven, hou mensen maar in hun situatie. Nee. Terwijl wij zeggen, we willen investeren in mensen. En tuurlijk moet je voor de echte zwakkeren in je samenleving moet je helpen. Rotterdam heeft ook goede regelingen als het gaat voor mensen die in de bijstand zitten. Maar hou ze daar niet. Je spreekt jezelf tegen, zie ook in dat die mensen degelijk potentie hebben. En stimuleer en help ze ook om opleidingen te volgen en een echte baan. Want veel mensen vinden het helemaal niet prettig om hun leven lang van een minimuminkomen te moeten leven. Je kunt niet verwachten dat 12, 13-jarige jongeren op school prima doen thuis als ze huiswerk moeten maken, als ze gewoon niet eens een ruimte hebben om dat te doen. Omdat die ouderen gewoon niet een behoorlijke woning hebben dan en niet kunnen betalen. U wilt meer sociale woningbouw in Rotterdam bijvoorbeeld? Kijk, waar het ons om gaat is dat er zijn op dit moment ongeveer 80 tot 100.000 woningen in Rotterdam die echt zwaar, veel verwaarloosd zijn, waar onderhoud op moet komen enzovoort. En wat er in de afgelopen jaren is gebeurd is dat er niet geïnvesteerd is in betaalbare woningen, huurwoningen, voor al die Rotterdammers, 50% van de Rotterdammers zijn afhankelijk van een huurwoning. Daar is niets voor gebeurd, niet gebouwd, veel te weinig opgeknapt, veel te weinig gerenoveerd. En dat betekent dus dat al die jongeren waar jij het over hebt, want wij willen daar wel in investeren. Nou, wij zijn het erover eens. En volgens mij heb ik dat ook al eerder gezegd, dat veel problematiek van jongeren te maken heeft, dat als je met z'n zessen op 60 vierkante meter woont. Maar daarvan zeg ik ook, de SP houdt de mensen in die situatie. Nee. Want jullie zijn, als het gaat om sociale woningbouw, nee, niet slopen, hou het maar zo. Jullie hebben nog nooit ambitie getoond om te zeggen, er moeten grotere huizen komen. En of kinderen moeten beter gefaciliteerd worden. Absoluut. Dus of dit is compleet nieuw, ja, maar dit of is, het programma dit is heel klopt vreemd. Niet. Kijk, wij hebben altijd gezegd, je moet bouwen voor de behoeften. En dat betekent dus ook in Rotterdam dat je grotere woningen moet bouwen. En dat je voor een deel ook de bestaande woningen die te klein zijn, dat je die kunt samenvoegen enzovoort. Maar er is één ding wat je daar dan wel bij moet zeggen, namelijk dat ze wel betaalbaar moeten blijven. Maar want anders kun je wel grotere woningen bouwen, maar dan kunnen mensen ze niet huren. Want er wordt steeds gezegd, we moeten natuurlijk wel ook kapitaal in de stad aantrekken. Dus als je te veel van dat soort woningen bouwt. Ja, maar ik vind dat echt flauwekul. Wij zijn in de gemeente Red Apple gebouwd, andere dure gebouwen worden neergezet en ze zitten meteen vol. Ja, de Red Apple is niet eens duur, hè? Want als je ziet wat daar de koopprijs, we zijn er valt ontzettend mee, is gebouwd door PWS, een woningstichting. Als je helemaal bovenin zit, is het behoorlijk duur. Maar je moet ook naar andere van dat soort woontorens kijken en die staan vaak jaren leeg. Terwijl op het moment dat jij een kwalitatief goede
sociale huurwoning bouwt, is die binnen no time weg. Dan schrijven zich daar 300-400 Rotterdammers voor in. Alleen het probleem is dat ze niet gebouwd worden. Maar hoe wil je dan het kapitaal naar de stad krijgen? Want dat heeft de stad wel nodig. Ja, wat de stad nodig heeft, is een sociaal beleid voor de Rotterdammers en niet voor de would-be Rotterdammers. Want dat zijn precies... We hebben maar 30.000 mensen in de stad, hè? Gaat allemaal van de tijd af. Er wonen maar 30.000 mensen in de binnenstad van Rotterdam. Ja. Dus nu gaat het gebouwd worden, hoge gebouwen, zeker, duurdere woningen. En tot nu toe slaagt dat, het zit elke keer vol. Nou, ik ben er absoluut voor dat er meer woningen in de binnenstad van Rotterdam. Maar het kan toch en worden? Ja, maar dat gebeurt niet. Kijk, het is zo dat je, dat geldt voor alles, dat je ook vanuit de gemeente Rotterdam en ook vanuit de woningcorporaties kun je de euro maar één keer uitgeven. En dan moet je keuzes maken en dan kies ik ervoor dat die corporaties, als PWS, Woonbron enzovoort, dat die niet hun geld steken in een schip van 250 miljoen, maar in hun eigen betaal. Ik geef Leo de tijd, die heeft meer woorden nodig om dingen uit te leggen. Maar kijk, eigenlijk blijf ik toch horen het denken korte termijn. Terwijl er is niks mis met rijke mensen die je graag naar je stad wil toetrekken. Nee, ik vind juist dat iedereen rijk moet worden. Volgens mij, jij mag uitpraten, dus dan wil ik dat ook graag. Om die mensen hier naartoe te trekken. En die mensen, met alle respect, willen niet in die woningen die jullie graag willen. Die willen andere soort woningen. Ik ben het met je eens dat op dit moment niet echt helemaal gebouwd wordt naar de behoeften. Maar als je die dingen niet bouwt, dan hou je Rotterdam arm. En dan hou je dus ook de mensen in hun situatie. Maar je blijft er eigenlijk ook voor. Ik heb gehoord, je kunt een euro maar één keer uitgeven. En dat geldt ook voor Uriah en Noël. Twee jonge Rotterdamse cabaretiers die ook elke week in Koorts hun licht laten schijnen over een bepaald politiek thema. En vandaag is dat cultuur opsnuiven. Hey, kom eens. Moet je wat snuiven? Heb je? Ja, ja. Kijk je. Nee man, dat is oud, dat is te soft. Die heb ik al 30 keer gezien. Oké. Wat moet je deze? Nee, dat is al voorbij, dat hoef ik niet, man. Heb je niet iets? Die echte shit, die echte ongesneden... Weet je dat? Ja, kom op dan. Oké. Check dan. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Oh, prachtig. Oh, ja, ja. Oh. Prachtig, bravo, briljant, Paul! Ja! Prachtig, heel mooi! Dat doe je goed! 25 euro. 25 euro? Ja. Beetje snel. Ja. Heb je niet nog wat voor me? Een beetje die echte onversneden, culturele. Want ik was laatst in Amsterdam en daar hadden ze al die goede shit al opgesnoven. Iets van zwarte humor? Iets met humor. Wat zeg je nou? Zwarte humor. Wat zeg je nou? Ik maak je dood, gek! Ik maak je dood! Nee! Sorry! Voel je het eng? Ja! Voel je het lachen? Ja! Ik wil wel lachen, ja! Zwarte humor. Oh, prachtig! Oh, ik zat er helemaal in. Je bent erg, zeg. Ik tripte hem helemaal. Ja, 30 euro. Oh, 30 euro. Oh, 30 euro? Ja, 30 euro. Oh. Mooi, zeg dat. Ik zat er helemaal in. Ja, hè? Lach toch? Heb je nog niet eens nog een klein toetje of zoiets voor me? Ja, iets moois. Anders vanaf hoe voel jij natuurlijk. Ik heb nog een beetje klein gehad. Ik heb nog iets. 10 euro. Iets van opera of zo, hè? Iets van opera? Nou, wacht. Hé, Ali! Kleintje! Oh, baby, you drive me crazy and shove on and daily cause you. Uriah en Noël, over cultuur als schaars goed, waar je in een donker hoekje in de stad nog heel veel geld voor moet betalen. En mevrouw Belhaai, is dat een beetje een realistische weergave? Gaan we naar een cultuurarme Rotterdam toe? Nou, als het aan andere partijen ligt, volgens mij de SP niet, in ieder geval vanuit D66 niet. Er wordt altijd een beetje raar gedaan over cultuur. Ja, het kost geld, maar het kost ook weer niet zoveel geld. En het geeft ontzettend veel plezier aan de stad op allerlei diverse niveaus. Leidt tot creativiteit, maakt je stad aantrekkelijk en ook internationaal interessant. Dus wat D66 betreft, gewoon volop blijven inzetten op cultuur. SP? Ja, ja? Absoluut. Ik kijk, op cultuurgebied is D66 en SP het vaak helemaal met elkaar eens. Dat filmpje doet me trouwens ook een beetje denken aan...
Wat er in de afgelopen jaren in Rotterdam is ingevoerd, dat er nog maar 5 straatmuzikanten een vergunning kunnen krijgen in de stad. En dat geeft ook een beetje, er zijn zoveel voorbeelden. Maar wat er dus in wat de jullie afgelopen betreft jaren, verschuilt het culturele aanbod absoluut niet in Rotterdam? Het is een beetje aan het vertrutten in Rotterdam. Iets anders vertrutten? Dan wat Rotterdam... Vertrutten. Ja. Vertel eens. Nou ja, dit soort dingen. Maar nu was er een paar weken geleden kwam ook weer het plan dat alle ambulante handel, dus al die kiosken en zo, die moesten van wethouder Dominique Schreijer allemaal opgeruimd worden. Omdat dat er volgens zijn netheidsprincipes niet uitziet. Terwijl ik denk, in elke stad, kijk in naar New York en andere steden, daar geven dat soort dingen juist ook een beetje en de sjeu aan. En wij willen ons graag vergelijken met New York altijd. Nou ja, maar dat geldt eigenlijk ook wel voor steden die vergelijkbaar zijn met Rotterdam. En dat zou ook al een hoop schelen als wat wij de afgelopen jaren hebben gezien, is dan de politiek heeft dan iets leuks bedacht en daar moet dan heel veel geld aan besteed worden, terwijl er heel veel goede ideeën zijn. Nou ja, ik noem maar een jongerenjaar, hè. Dat is toch wel het symbool. Met alle respect ook echt voor de jongeren die daar prachtige dingen hebben gedaan, maar het is gewoon een 50 miljoen project geweest waarvan je kunt afvragen van had je dat nou niet anders kunnen inzetten? En dat wij ook geluiden horen van mensen. En hoe had u die 50 miljoen beter? Nou ja, er zijn genoeg mensen die creatieve ideeën hebben, onder andere met de HEF, maar ook Art Park, culturele instellingen. Van onderaf en niet zo'n jongerenjaar. Ja, maar ook culturele instellingen. Dan zeggen we, dan geven we subsidie aan, maar dat is dan eigenlijk net weer zo weinig dat er instellingen omvallen. Ja. Dus goed, dat is voor wat betreft de cultuur. Ik wil op een andere manier kijken naar Rotterdam als wereldstad, want we willen van alles. Hè. We willen de Olympische Spelen in 2028 hier heen. Nou, precies. SP, niet, U wilt dat niet? Nou, ik denk dat het eigenlijk een beetje een fata morgana is. En kijk, wat er gebeurt is dat Rotterdam, dat betekent dus ook de burgers van Rotterdam nu al, 1,5 miljoen betalen voor die lobby naar de Olympische Spelen. Mm-hmm. Nou, ik denk dat het een fata morgana is als het de Olympische Spelen naar Nederland komen. Als het 2028 is nog heel ver weg. Dan zal natuurlijk Amsterdam daar de naamgever van zijn. Zo simpel is dat gewoon. Mm. Dus ik vind het echt onzin om daar 1,5 miljoen voor aan te doen. Ik vind het een beetje onzin wat de SP daarvan vindt. Want kijk, sport is nou typisch iets wat voor alle Rotterdammers is. Ongeacht of je nou rijk of arm bent. En je ziet ook gewoon in Rotterdam, er zijn enorm veel jongeren die dat met veel plezier doen. Ja, maar het zijn wel enorme projecten. Ja, ook de Tour de France hier naartoe. Als ik dan hoor dat de turnvereniging op de hoek wordt weggedraaid omdat er geen geld meer is, dan word ik daar wel een beetje verdrietig van. Want er gaan miljoenen in die andere projecten. Je moet het. Nee, maar misschien mag ik nog even afmaken wat ik daarover wilde zeggen. Kijk, wij zijn geen voorstander van de kleinere initiatieven die er bestaan, om daarvan dan te zeggen, daar is geen geld meer voor. Dat gaat ook hand in hand. Maar wat we raar vinden, is als je weet dat het een enorme boost zou geven, dat mensen daar trots op zijn als het hier zou plaatsvinden, waarom je het voor 1,5 miljoen al van de tafel afveegt. En datzelfde geldt over lobbygeld. Daar heeft de SP wel eens eerder gekke dingen over gezegd. Althans, vanuit het perspectief van D66. Ja, dan is er dan iets van 1 miljoen of 2 om bedrijven hier naartoe te halen. Dan denk ik van dat kan een enorme werkgelegenheid geven. Voor al die mensen die op dit moment geen baan hebben. En dan roept de SP, doe maar niet, laat maar zitten. Ja, het is moeilijk te meten. Je moet het dan wel hebben over wat er op tafel lag. Want dat die 2 miljoen, het ging overigens over 10 miljoen. Daar bleek van dat er eigenlijk nauwelijks of geen arbeidsplaatsen voor Rotterdammers daarmee naar de stad gehaald werden. Alleen maar expats, mensen uit China enzovoort, die dan vervolgens hier een bedrijfje komen beginnen. Ja. Maar wij als stad hebben daar weinig aan. Ik vind dat je prioriteiten moet stellen. En als je dan 10 miljoen uitgeeft, dan moet je dat investeren in werkgelegenheid voor de Rotterdammers. Dat is echt een beetje. Maar ik mag even naar een ander punt. Want ook Rotterdam wil zichzelf natuurlijk ook in de vaartenvolken opstoten met een WK voetbal. Hè, in 2018, er moet een hele nieuwe Kuip voor gebouwd worden. 300 miljoen gaat dat kosten. D66 is voor. Ja, wij zijn voor. Ook voor de gebiedsontwikkeling die daar kan plaatsvinden. Maar laat ik misschien meteen een fabeltje uit de wereld helpen. Kijk, het is niet zo dat de Kuip al iets gevraagd heeft aan de gemeente Rotterdam. En als ze iets vragen, gaat het over het verlenen van krediet. En het is dus niet zo dat wij massaal ons belastinggeld in die nieuwe Kuip steken. Maar het gaat om de krediet, zodat er überhaupt, laat maar zeggen, gebouwd kan gaan worden. Maar gaat er dan uiteindelijk ook geen gemeentegeld mee gemoeid? Jawel, in de investering om het gebied. Maar daar hebben alle Rotterdammers ook plezier van. Naast en dat wilt u dus juist niet? Oh nee, hoor. Dit is aan de hand van een eerste structuurvisie, heet dat. Wij hebben daarvoor gestemd. Wat ik alleen vind, is dat de financiële onderbouwing daarvan, dus die 300 miljoen, en er komt eigenlijk nog meer bij, is dat die op dit moment nog een beetje op drijfstand, of heel erg op drijfstand is gebaseerd. Dus wat er moet komen, en dat die bal die ligt nu bij de Feyenoord-familie, is een solide en goed plan, wat eigenlijk wat ons betreft 2 dingen moet bevatten. 1, Feyenoord moet zelf gewoon daar het grootste gedeelte aan het risico voor nemen. En als de gemeente Rotterdam daar ook in bijdraagt in die nieuwe Kuip, dan willen we daar ook zeggenschap over. Ja. Dan willen we als stad daar ook zeggenschap over wat daar gebeurt. Dus wat mij betreft moet het geen lening zijn, maar kun je dan aandelen nemen in zo'n stadion. U vindt het goed dat de gemeente mee betaalt eraan?
Nou, kijk, dat is, je hebt twee dingen. Meebetalen, dan ben je het kwijt. Wat ik vind, is dat we daar dan ook bezit tegenover moeten hebben. Dus dat de gemeente Rotterdam vervolgens, hè, dat hebben we in de tijd ook met de verbouwing van het Sparta-stadion gedaan, dat de gemeente Rotterdam dan ook gewoon het bezit en een deel van de zeggenschap over die nieuwe Kuip moet krijgen. Die Kuip is natuurlijk wel heel belangrijk dat er komt. Ja, dat is een motor. Dat is voor Zuid is het zo belangrijk dat er komt. Maar ik ben ook, de SP is niet tegen een nieuwe Kuip. Hè. Ik bedoel, de oude Kuip is prachtig, maar niks is voor de eeuwigheid. Dus als de komt gemeente een niet instapt, dan gaat die Kuip niet door. Daarom dat weten we allemaal. We moeten daarin investeren, maar daartegenover moet dan bezit en zeggenschap vanuit de gemeente Rotterdam staan over wat er in die Kuip gebeurt. Daar kun je allemaal over praten. Het komt er ook aan. Het is ook aangegeven. Nou, in ieder geval september, oktober komt dat. Dus ook bijvoorbeeld GroenLinks zegt, er gaat 0,0 naar die Kuip. Dan denk ik, man, bemoei je er nog even niet mee. Wij zijn verantwoordelijk voor die gebiedsontwikkeling. Er gaan heel veel Rotterdammers enorm veel plezier aan beleven. En we hopen natuurlijk dat die nieuwe Kuip er komt. Want dat zou niet alleen voor Feyenoord-fans hier in Rotterdam, maar ook in heel Nederland goed, erg ik wil het zijn. Hierbij laten. Eerst maar eens even 3 maart afwachten. Het laatste woord is een onderdeel van Koorts ook. Het laatste woord is een woord dat wij opmerkelijk vonden en dat we vonden in een verkiezingsprogramma. En vandaag is het grijs water. Gebruikt u al grijs water? Grijs water? Wat mag dat zijn in godsnaam? U heeft mooi grijs haar, maar gebruikt u ook grijs water? Nee, ik gebruik het niet. Dat is voor mijn eigen. U had het bedacht kunnen hebben. Weet u het nu? Val een oude man niet lastig met vroegere gedachten, jongen. Ik weet het echt niet. Ja, dat is vies, toch? Grijs water. Grijs water. Geen idee, hoor. Je gebruikt toch wel grijs water, hè? Grijs? Nee, ik heb gewoon schoon warm water uit de kraan. Weet je wat grijs water is? Nee. Probeer je eens een voorstelling te maken. Blubber. Ja, grijs water. Waar gaat het vandaan? Dan blijven de singeltjes vies. Goed in de singeltjes. En die koffie is toch wel gemaakt met grijs water, hè? Grijs water? Wat is dat? Weet je niet wat grijs water is? Dat weet ik niet. Probeer je eens een voorstelling te maken van wat grijs water is. Het klinkt niet zo fris, grijs water. Nou, niet zo fris. En het komt uit het verkiezingsprogramma van D66. Ja. Vertel, wat is grijs water? Ja, als jullie het zo losplaatsen, ik moest wel even denken. Nou, we hebben uitgebreid in ons programma zaken staan over duurzaamheid. Dat vinden wij enorm belangrijk. En volgens mij ging dat gedeelte over grijs water. Dat je veel meer water, wat nu, laat maar zeggen, niet hergebruikt wordt. Dat je daarin gaat... Regenwater en zo. Precies, om dat weer schoon te maken, zodat het weer gebruikt kan worden. En dat je dat dan niet gebruikt voor je kopje koffie, zoals in het laatste voorbeeld? Als het schoon is. Ik bedoel, dat zou natuurlijk prachtig zijn. Ik bedoel, we moeten niet vergeten dat we wel een klimaatprobleem hebben. En dat daar tegenover beste creatieve en innovatieve ideeën mogen bestaan om te zorgen dat je daar goed mee omgaat. Innovatief en ook sympathiek idee, meneer De Klein? Ik begrijp het nog niet helemaal, maar het klinkt heel erg sympathiek. Ah. Dus dan zijn we toe aan het allerlaatste woord. Dat is in Koorts altijd voor een nieuwkomer in de Rotterdamse politiek. Vers bloed. En ergens hier in het Wereldmuseum staat de vertegenwoordiger van de Nederlandse Moslimpartij. Die krijgt 1 minuut om zichzelf over het voetlicht te brengen. Geachte medeburger. Bij de aankomende verkiezingen in maart 2010 willen wij, de Nederlandse Moslimpartij, uw stem laten horen. De afgelopen jaren worden wij moslims verantwoordelijk gehouden voor de tweedeling en voor veel ellende in de wereld. Deze beschuldiging is onacceptabel. Het is onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat onze kinderen opgroeien en leven in een veilige omgeving, waarin zij niet worden veroordeeld op grond van kleur, ras of religie. Democratie is in Nederland een recht dat wij godzijdank allen hebben. Maak gebruik van dit recht. Na vele pogingen van de reeds bestaande politieke partijen de kloof te dichten en de moslimgemeenschap te helpen zich te ontwikkelen, wordt het tijd om van binnenuit onze rechten en plichten als Nederlandse moslims te waarborgen. We hebben iets belangrijks te verdedigen. En dat is namelijk dat de islam een geloof is van vrede, kennis en barmhartigheid. De moslimgemeenschap is een beschaafde gemeenschap die zich altijd met kennis en wetenschap heeft beziggehouden en de levensstandaard van zijn mensen vergroten en verbeterde. Stem op 3 maart de Nederlandse Moslimpartij. Ons partijprogramma is te vinden op het internet. En dit was de laatste van 4 afleveringen Koorts, waarbij steeds 2 Rotterdamse politieke partijen met elkaar in debat gingen. Vandaag waren dat Leo De Klein van de SP en Salima Belhaj van D66. Ik nodig u ook allebei uit om aanstaande zondag mee te doen aan het grote lijsttrekkersdebat. Want voordat u op 3 maart naar de stembus gaat, kunt u nog een keer alle lijsttrekkers in Rotterdam met elkaar in debat horen tijdens dat grote lijsttrekkersdebat op 28 februari. En dan zie ik jou ook heel graag weer terug, Sander. Ik ben er weer bij. Graag tot dan dus.